Goedenavond. De naam is professor Fetze Alfenouds. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Harderwijk. In onze serie Geschiedenissen van bekende koningshuizen wil ik het vanavond eens met jullie hebben over de stamboom van het geslacht. Dat ruim 2 eeuwen lang een van de meest afschuwelijke landen ter wereld geregeerd heeft. Kom maar even mee. We gaan ervoor terug naar 1392. Toen trouwde Victor met de varkensoortjes met Mathilde de Mottige. Ze kregen 3 kinderen. Simon met de slappe handjes, Karel de Kromme en Bertha met de dikke billen. Bertha met de dikke billen trouwde met Roderick met de rotte tanden, maar daar kom ik straks over terug. Simon met de slappe handjes overleed kinderloos en Karel de Kromme trouwde met Bertha met de grote voeten. Hun zoon, Stanislav de Stinker, trouwde met Ledwina de Lelijke. Uit dat huwelijk kwam voort de stamhouder Victor de Vreselijke. Verder werden nog geboren Pollen met de piekharen, Machteld het Scharminkel en Lodewijk de Lachwekkende. Deze laatste 3 overleden dus kinderloos. Victor de Vreselijke trouwde met Martha met het melkboerenhondenhaar. En behalve een jong gestorven zoon Lodewijk de Lompe bleef dit huwelijk kinderloos. Ik ga nu even terug naar het huwelijk van Roderick met de rotte tanden en Bertha met de dikke billen. En dan volg ik dus alleen de hoofdlijnen. Willem met de Vratten trouwde met Bertha met de baard. En zo komen we bij Valentijn de Vette, ook wel Valentijn de Vieze genoemd. En zo komen we vervolgens bij Valentijn de Voze, die trouwde met Maria de Smoezelige. Deze kregen 3 dochters. Hun oudste dochter Rita de Ranzige trouwde met Valentijn de Vunzige. Johanna de Lelijke, de 2e dochter, trouwde met Hendrik met de Jubeltenen. En de 3e dochter, Ada de Afschuwelijke, trouwde met Egbert de Enge. Deze 2 bleven ook wederom kinderloos. Uit het huwelijk van Rita en Valentijn werd geboren een Govert de Griezelige. Die trouwde met Rebecca met de Bips. Hebben geen kinderen gekregen. Ada de Afschuwelijke, die is om een of andere reden nooit getrouwd geweest. Michiel de Monsterlijke, ook nooit kinderen gekregen. En zo komen we bij Roderick met de rotte tanden. Die trouwde met Herma de Schrale. En let nu eventjes op, die kregen 8 kinderen. Simon de Smerige, Valentijn de Viespeuk, Oswald de Onzindelijke, Pieter de Penetrante, Pieter met de Grote Voeten, Saskia de Slonzige, Bubbo de Weerzinwekkende en Mathilde met de Harde Knokkels. En toen ontstond een strijd om de opvolging die bekend staat als de Gore Oorlog. Maar daarover later. Goedenavond.